dan een knop omgaat even. Iedereen gaat een stapje extra doen, omdat je met een man... I am.
shows. All 24 hours is a week for most. Toast to the new age Superman. Fly around the globe, leave home, do shows. All 24 hours is a week for most. Still got a smile, even when I feel let down. I just gotta live ready. I put the world on my shoulders before I left out. It was way too heavy. How dare you be tired, let alone stressed out? Man, you're on the telly. And how can you moan about rolling around? Ain't you got a Bentley? Let me show you where I get lost. When I get picked up, then I jet off. Then I get picked up when I get off. Straight to the hotel, like get washed. Do interviews and press shots. Then I hit the venue, get my retch on. Feeling hungry, looking at the restaurant. But we gotta rush for our flight, gotta get gone. Then I get picked up when I get off. And I do a few phoners with some new press. Trying to sound alive when I feel like death. Don't know what I need more, food or rest. Being rude ain't wretch, so I gotta take a picture. I'm with ya when I ain't even with ya. He said follow me back. My only problem with that is that my battery's flat. There's no Twitter, no Twitter, no BB. In the back of the car, the new ET. I wanna phone home, believe me. But I can hear in your tone that you need me. It's ironic that I've spoke to the sun before I spoke to my son. Almost like I'm getting scared of familiar voices. And that's something that I'm really annoyed with. It's like the things that seem to me most just end up one of my million choices. So how do I avoid this without hearing your pointers? I said no, I'm tired. They said yes, you can. Push me to the fire. I said that you're the man. I said no, I'm tired. They said yes, you can. Push me to the fire. That sleep in the car felt like a few hours. It was just a few minutes. And I reached for my Red Bull to get some power. Or forgot it was finished. Went straight into makeup to get that powder. For that fake star image. Now I go look alive, then they throw me my mic. And I'ma straight up kill it. Ladies say I got gorgeous cheeks. Smile for the pictures before I leave. My head's been spinning since 4 or 3. So after the flash, I see 4 on me. The whole team spirits like call the seat. Just find the first place and it's all on me. One more PA, then we all can sleep. That 24 hours was an awesome week. That 24 hours was an awesome week. That 24 hours was an awesome week. Er staat vandaag een bekerwedstrijd op het programma. Welkom, ik ben Evert ten Apel en hiernaast me zit Jurie Mulder. Ik zit hier wel lekker, Jurie. Met jou ook alles oké? Ja, natuurlijk Evert, ik heb niks klaar.
zijn weer onderweg en ik hoop met u op een aantrekkelijke wedstrijd. We gaan het zien. Oh, zegt de verdediger. Diep. Wie komt er met de bal uit? Ja, en nu? En het schot. Die gaat er niet in. Ik denk dat hij nog een stap had moeten zetten en dan met zijn sterke been had moeten schieten. Slimme ingreep op het middenveld en wisseling van balbezit. Balotelli. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? Hij moest en zou die bal onderscheppen. Oh, ze zijn de bal kwijt. De verdediging werkt niet mee. Marquisio. We zullen hem vandaag wel weer over het hele veld zien zwerven. Rossi. Hij fluit voor een overtreding. Zou hij ook zijn boekje uit zijn zak halen? We zijn nog maar net bezig en de eerste gele kaart is alweer uitgedeeld. Hij gleed naar de bal, maar raakte de speler. Een overtreding dus. Hij maakt een sliding, maar daarbij raakt hij de boot. De voorzet komt niet aan. De tegenpartij is er met de bal vandoor. Mooi gedaan. Slim paasje. Springt over hem heen. Prachtig om te zien. Pirlo. Aanval in de kiem gesmoord. Overtreding. Blijven de kaart op zak. Hieralias. Bal wordt heropend. Montolivo. Pablo Osvaldo. Marquisio. Verdedigd door een sliding. Was dat nou echt een vrije trap, scheids? Cadeautje voor Italië. Hij laat er geen gras over groeien. Meteen genomen die vrije trap. Gaat erop af. Wat een waanzinnig schot. Gered, dat is een goal. Miralias. Balotelli. Pirlo. Hij heeft volop afspeelmogelijkheden. Misimovic. Dit is Rooney. Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Laten we eens kijken wat hij gaat doen. Kalou. Vanaf de vleugel voorgezet. Die voorzet belandt bij een verdediger en betekent dus einde aanval. Bome. Marquisio. Goed gedaan van de doelman. Marquisio.
Montolivo. Balotelli. Hij maakt de sliding richting bal. Rooney heeft hem. Het ziet er naar uit dat de coach gaat wisselen. Doeltrap. Scherp verdedigd. Met zulke acties kun je een wedstrijd beslissen. En nu wordt het echt gevaarlijk, want hij mist bijna nooit. Door de lucht naar Rooney. Die bal lijkt op maat. De scheidsrechter past de voordeelregel toe. En eens kijken hoe dat gaat. Het voordeel valt blijkbaar tegen. Dus fluit hij alsnog. Montolivo. Oh, zo makkelijk was het niet. Hij kan niet verder. Een gedwongen wissel voor de trainer. Met die blessure maakt hij de wedstrijd niet echt vol. Bal voor de keeper. Terugspeelbal op de keeper. Balbezit heroverd, maar helaas van korte duur. Wat is hem alweer kwijt? Dat was op het nippertje. We gaan rusten bij een stand van 1-0. Ik ben benieuwd wat de tweede helft voor ons in petto heeft. We beginnen aan de tweede helft. Italië staat voor. Laat zich niet uit balans brengen door die sliding. Fellaini. Pirlo. Rossi. Bal terug bij Andrea Pirlo. Barzagli. Knap rondgetikt. Dat ziet er kant. Ja, en nu? De bal ligt voor het oprapen. Ze zijn hem kwijt. Daar ligt iemand op de grond. Wat kan dat zijn? Spierblessure. En hij heeft de bal terug. Prima actie. Marchisio. De Rossi. Laat zich niet onderuit halen. Ze vechten om de bal. Yep, die verdediger zit er goed bij. Voorzet geblokt. Mooie actie van die verdediger. Wat een inzicht. Hij pakte die bal daar heel goed. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Gaat hij uithalen? Ja, en nu? Wat gaat hij doen? Ja hoor, daar is de gelijkmaker.
Tot nu toe hebben ze het spel gemaakt. Maar er weinig in de melk te brokkelen, dat is toch gelukt om te scoren. Ja, ondanks dat de tegenstander veel slechter was, hebben ze toch een goal gemaakt. Ze zetten met één druk en hebben de bal weer veroverd. Ja, en nu? Oh, de mal had schot. Ze staan voor, Juri. Ja, ze staan voor en nu kunnen ze drie dingen doen. Voorsprong vasthouden, voorsprong vergroten of voorsprong verspelen. Cerci. Balotelli. Kalou. Balotelli. Goeie bal hoor, maar hij heeft even de bal nog niet. De bal gaat naar de keeper. Slimme ingreep op het middenveld en wisseling van balbezit. Ja, en nu? Mooie opbouw. Op zoek naar zijn derde goal. Wat zal hij balen dat hij gemist heeft. Ja, want zoveel hat-tricks heeft hij nog niet gemaakt. De trainer wisselt twee spelers tegelijk. Ja, en nu? Het is altijd even je adem inhouden bij zo'n actie. Maar als je te laat bent als keeper, heb je een penalty aan je broek. Ja, dat is natuurlijk altijd een risico als je zo uitkomt. Maar hij heeft het goed gedaan. Pirlo. Ja, en nu? De tackle is goed, maar hij is de bal alweer kwijt. Barnetta. De scheidsrechter fluit voor buitenspel. Dat was dan heel krap. Stond hij misschien een centimetertje buitenspel? Tijd voor de... Ja, en nu? Abate. Cerci. Montolivo. Ja, en nu? Dat is een duidelijke strafschop. Rode kaart en dus douche, Juri. Ja, douche. De tackle is goed, maar hij is de bal alweer kwijt. En hij springt zo over die sliding heen. Goed verdedigd, maar die voorzet stelde ook niet veel voor. De coach heeft nu een andere tactiek bedacht. En terecht zou je denken, want zijn ploeg stond achter en dan moet je wat doen. De bal gaat achter, geen corner, maar een doeltrap. Nou, Juri... Hier worden wij niet echt warm van dit spel van het thuisspelende team. En het publiek al helemaal niet. En dat kan ik begrijpen ook. Nou, ze zijn gewoon slecht aan het spelen, Evert. En het publiek is het er ook niet mee eens. De tackle was goed, maar levert geen balbezit op, helaas. Balotelli.
Het verschil is maar één doelpunt. Kunnen ze die voorsprong van... Ik ben benieuwd of hij hier een kaart voor trekt. Ja, en nu De Rossi. De bal gaat uit via de paal. Mooie actie van die verdediger. Wat een inzicht. Ja, en nu? Hij doet het. Nou, dat was toch een grote kans. Dat ziet hij zelf ook wel in. Dit soort kansen moet je benutten. Die krijg je niet zo vaak. Abate. Fantastisch uitverdedigd. Hij heeft zijn team echt een dienst bewezen. De verdediger zet zijn hoofd er tegenaan. Maakt zich wellicht al op voor een schot. Kalou. Balotelli. Ze strijden om de bal. Dat was het einde van de wedstrijd. De stand is 2-1. Toen ze met minder spelers verder moesten, dacht ik dat ze het wel konden vergeten. Maar nee dus hoor, ze pakken toch nog de overwinning. Ja, het is net alsof er dan een knop omgaat even. Iedereen gaat een stapje extra doen, omdat je met een man...